Ook vanmorgen gaan we weer verder met onze prekenserie vanuit het Bijbelboekje Rut. En aan de behandeling is hoofdstuk 3. Wij willen met elkaar lezen Rut 3, vers 1 tot en met 15. En dan lezen we in het woord van God het volgende. En Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen haar, tegen Rut, mijn dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken waar het je goed zal gaan? Welnu, is Boas, bij wiens meisjes je geweest bent, geen bloedverwant van ons? Zie, hij gaat vannacht op de dorsvloer gerst wannen. Was je dan en zalf je en doe je beste kleren aan en ga naar de dorsvloer. Maar zorg ervoor dat je niet door de man wordt opgemerkt, voordat hij klaar is met eten en drinken. En het zal gebeuren als hij gaat liggen, zorg dan dat je de plaats weet waar hij ligt. Ga er dan heen, sla de deken aan zijn voeteneind op en ga liggen. Dan zal hij jezelf vertellen wat je doen moet. Ze zei tegen haar, alles wat u zegt zal ik doen. Daarop ging zij naar de dorsvloer en deed overeenkomstig alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Toen Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, kwam hij en ging liggen aan de rand van de korenhoop. Daarna kwam ze stilletjes, sloeg de deken aan zijn voeteneind op en ging liggen. En het gebeurde midden in de nacht dat de man schrok en om zich heen greep. En zie, er lag een vrouw aan zijn voeteneind. En hij zei, wie bent u? En ze zei, ik ben Rut, uw dienares. Spreid uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de losser. En hij zei, gezegend bent u door de Heere, mijn dochter. U hebt met deze laatste blijk van goede tierenheid van u de eerste nog overtroffen, doordat u geen jonge mannen nagelopen bent, geen armen en geen rijken. En nu, mijn dochter, wees niet bevreesd. Alles wat u gezegd hebt, zal ik voor u doen. Want ieder in de poort van mijn volk weet dat u een deugdelijke vrouw bent. Nu dan, het is waar dat ik een losser ben. Maar er is nog een losser, nauwer verwant dan ik. Overnacht vannacht hier. Als het morgenochtend gebeurt dat hij u lost, goed, laat hem lossen. Als hij echter niet genegen is u te lossen, dan zal ik u lossen. Zo waar de Heere leeft. Ga nu maar liggen tot de morgen. En zo lag zij tot de morgen aan zijn voeteneinde. En ze stond op, voordat men elkaar kon herkennen. Want hij zei, het mag niet bekend worden dat er een vrouw op de dorsvloer gekomen is. Verder zei hij, geef de omslagdoek die u draagt en houd hem op. En zij hield hem op. En hij mat 6 maten gerst af en legde die op haar. Vervolgens ging hij de stad in. Tot zover de lezing uit het woord van God deze morgen. Geliefde gemeente, Naomi's weeklacht en geschrei is veranderd in een blijde rij, zo hoorden we vorige week. Jongens en meisjes, Naomi is helemaal veranderd. Eerst bleef ze iedere dag thuis om verdrietig te zijn. Ze dacht alleen maar aan de eigen verdriet. Maar nu krijgt ze weer oog voor anderen. Ze heeft weer hoop gekregen en van daaruit gaat ze handelen. Ja, ze gaat plannen maken voor de toekomst. En dan niet alleen zozeer plannen voor zichzelf, maar plannen voor Rut. Wat is dat alleen al een les, broeders en zusters? Een van de redenen waarom het goed is dat we elkaar aansporen om op God te hopen, is dat alleen hoopvolle mensen, hoopvolle gezinnen, hoopvolle gemeenten plannen maken. Als je in het leven staat van, het is niks en het wordt niks, dan word je lijdelijk en afwachtend. Maar wie de Gods genade een toekomst vol van hoop heeft, die krijgt een doel in het leven en mag initiatieven gaan nemen. Nu, Naomi neemt in ons hoofdstuk initiatieven. Het initiatief tot een huwelijksvoorstel.
We zouden zeggen, jongelui, zij probeert Rut en Boaz aan elkaar te koppelen. En vanmorgen willen we met Gods hulp dat wij stilstaan en horen welke lessen wij daaruit mogen ontvangen. De tekst voor de verkondiging is het gelezen schriftgedeelte, Rut 3, vers 1 tot 15. Het thema van de preek is Ruts huwelijk aanzoek. Ruts huwelijk aanzoek. Ten eerste het initiatief van Naomi. Ten tweede de uitvoering door Rut. En ten derde het antwoord van Boaz. Dus het Ruts huwelijksaanzoek. Ten eerste het initiatief van Naomi, de uitvoering door Rut en het antwoord van Boaz. Gemeente, in het laatste vers van hoofdstuk 2 lezen we dat Rut na haar positieve ervaring met Boaz op zijn akker blijft. Zo bleef zij dicht bij de meisjes van Boaz om aren te rapen tot de gersteoogst en de tarweoogst voorbij waren. En ze bleef bij haar schoonmoeder. In dit vers wordt een periode van zo'n 2 maanden beschreven. Zo lang duurde immers de gersten en de tarweoogst bij elkaar. En wat gebeurt er na deze periode waarin Naomi en Rut mogen genieten van Boaz bijstand en hulp? Nou, in het hoofd van Naomi is een plan gerijpt. Zou deze Boaz geen geschikte man kunnen zijn voor Rut? Nee, ze gaat niet impulsief te werk en zegt niet gelijk bij de eerste, de beste positieve ervaring van Boaz. Nou, Rut, jij moet met hem trouwen. Pas als de tarweoogst voorbij is, komt ze met haar initiatief. En hieraan zien we dat Naomi echt hersteld is van haar verbittering. Want een kenmerk van een gezond geestelijk leven is dat je in afhankelijkheid tastend door het leven gaat. Het gaat mis als je dingen direct gaat invullen. Maar wie met de Heere leeft, nee, die krijgt meestal geen briefje uit de hemel. Maar vanuit gebeurtenissen en ervaringen dringt zich een bepaalde gedachte aan je op. Heren, wat is uw bedoeling ermee dat Rut toevallig op Boaz akker terecht kwam? Is het alleen uw zorg voor voedsel of mogen we er toch meer in zien? Heren, het is toch niet voor niets dat die Boaz, dat hij een familielid is en dat hij heel dichtbij u leeft en zijn verantwoordelijkheid neemt. Wat betekent dat voor ons? Heren, zou Rut misschien met deze man mogen trouwen? En terwijl je zo biddend de dingen aan de Heere voorlegt, gaat een bepaalde gedachte niet weg, maar wordt steeds sterker. Je ervaart bevestiging. En zo ga je actie ondernemen om te zien of de deuren inderdaad opengaan en de Heere het zegent. Nou, ook het feit dat Naomi gericht is op het welzijn van Rut laat zien dat ze geestelijk echt weer op haar plaats is. We horen haar in vers 1 zeggen: mijn dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken waar het je goed zal gaan? Ze gebruikt niet het woord losser, zoals straks Rut dat wel zal doen. Nee, ze zegt: ik zoek een man zodat het goed met je zal gaan. Het is alsof de schrijver wil benadrukken dat Naomi zichzelf verloochent met haar initiatief. Ze wil Rut niet voor zichzelf houden. Ze zegt niet: jij moet met losser Boaz trouwen zodat je een kind kunt krijgen en mijn familienaam in stand kunt houden. Ze zegt: zou ik geen plaats van rust voor je zoeken waar het jou goed zal gaan? Prachtig om te zien, vindt u niet? Hoe Naomi is hersteld. Ja, ze zoekt dus een plaats van rust. Nee, daar bedoelt ze niet mee dat Rut nu mag uitrusten van het vele werk, nu de oogsttijd voorbij is. Een plaats van rust is een plaats van zekerheid en stabiliteit. Het heeft de betekenis van een huwelijk. Immers in de mannenwereld van toen vond een vrouw haar zekerheid in een huwelijk. En omdat bij Naomi de overtuiging gegroeid is dat de Heere Boaz misschien wel voor Rut heeft bestemd, neemt zij het initiatief
tot dit huwelijksaanzoek. En hoewel ze schoonmoeder is, neemt ze hiermee haar verantwoordelijkheid om naar oud-Oosters gebruik het huwelijk voor je kind te regelen. En gemeente, wat Naomi met dit huwelijksaanzoek doet, is het combineren van twee wetten. Want hoe komt ze erbij aan een huwelijk te denken bij het feit dat Boas een bloedverwant is? Dat noemt ze immers als reden in vers 2. De eerste wet, dat is de wet van het losserschap. Daar hoorden we vorige week ook al iets over. Een losser die had de plicht een arm familielid vrij te kopen om te voorkomen dat diegene zichzelf of zijn landerijen moest verkopen. Maar daar heeft Naomi het hier niet over. Het gaat haar om trouwen. Daarvoor is een andere wet, namelijk de zogenaamde Leviraatshuwelijkswet. En in die wet gaat het om de plicht van zwagers richting hun overleden broer. Als die overleden broer geen kinderen had, dan moest een van zijn broers die weduwe tot vrouw nemen om voor zijn overleden broer een kind te verwekken, zodat zijn naam niet verloren gaat. Kunnen wij in onze tijd misschien helemaal niks bij voorstellen, maar dat was een regel uit het oude Israël. En zo had je overleden broer toch nageslacht, een wettig erfgenaam. Nu, eigenlijk past ook deze tweede wet niet bij de situatie van Naomi en Rut, want Boas is geen zwager. Maar Naomi, die denkt in de geest van deze wet en ze combineert ze. Ze is zo verwonderd over de leiding van God. En het feit dat Boas zich zo liefdevol en verantwoordelijk gedraagt, dat ze gelooft dat God dit wil. En zo komt ze tot het initiatief om bij bloedverwant Boas te denken aan een huwelijk. En gemeente, juist de combinatie van deze twee wetten laat prachtig zien wie de Heere voor zijn kinderen is. Ja, wetten in het Oude Testament, die laten ons het karakter van God zien. De wet van het losserschap laat zien dat de Heere armen verlost van de ondergang, zodat ze toch een erfdeel in Kanaan hebben. En met de wet van het leviraatshuwelijk geeft de Heere kinderloze weduwe weer toekomst. Nu, in de Heere Jezus komen ook deze twee wetten samen. Hij is de losser van geestelijke armen. Hij wil zondaren verlossen van zonde en straf, maar hij is ook de geestelijke bruidegom die zichzelf aan de gemeente geeft. Hij trouwt met ze, zodat ze deelt in de erfenis. Hij geeft zichzelf, hij geeft zijn naam, zijn liefde, zijn leven. Christus schenkt het eeuwige leven aan wie het niet verdiend heeft, aan mensen die net als Rut, als een rechteloze, toch de toevlucht nemen tot onder de vleugels van God. En zo zien we dat alleen vanuit het initiatief van Naomi al het evangelie van Gods genade verkondigd kan worden vanmorgen. Broeders en zusters, ook de Heere verlangt ernaar om u, jou en mij een plaats van rust te geven. Daarom roept Hij het ons toe. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. De Heere wordt in het Oude en Nieuwe Testament en de losser en de bruidegom van de gelovige gemeente genoemd. Wat is God toch goed? Nou, ik zal er straks bij het tweede punt nog wel iets meer over zeggen. Nu even terug naar Naomi. Ze neemt dus het initiatief om een man te zoeken voor Rut. En ze zegt dat Boas wel geschikt zou kunnen zijn. Nou, ik weet niet wat u ervan vindt, maar de strategie die Naomi bedenkt is toch op zijn gezagsgezegd wel vreemd. Vindt u niet? Ze gaat niet in gesprek met Boas om te peilen hoe hij erin staat.
Nee, wat moet Rut gaan doen? Ze moet 's nachts naar de dorsvloer gaan. Want daar heeft Boas bij de avondwind staan wannen. En jongens en meisjes, wannen, dat is dat je koren met een soort hark in de lucht gooit, zodat het kaf wegwaait en het graankorrels weer op de grond vallen. En na dit werk blijft Boas op de dorsvloer slapen om te voorkomen dat hongerige dieren of dieven het wegnemen, het stelen. Nou, wat zegt Naomi? Rut, jij moet onopgemerkt naar de slapende Boas toe gaan. En dan niet zomaar, je moet jezelf wassen, je moet lekkere parfum opdoen, je moet mooie kleren aandoen. Vers 3. En wat betreft die kleren, daarmee wordt bedoeld dat ze haar rouwkleding uit moet doen en weer haar gewone kleren moet aantrekken. En vervolgens moet ze wachten tot Boas klaar is met eten en drinken, zodat hij vrolijk is. En als hij eenmaal slaapt, moet ze als jonge aantrekkelijke vrouw naar hem toe gaan, de dekens bij zijn voeteneinden opslaan en daar gaan liggen. En dan moet ze wachten op wat Boas doet. Nou gemeente, wat moeten we hier nou van vinden? Is dit niet spelen met vuur? Om midden in de nacht een ontmoeting te regelen tussen Boas en een prachtige Rut, waar niemand anders bij is. Waarom voert Naomi niet eerst een gesprek met Boas in plaats van aan te sturen op een suggestieve nachtelijke ontmoeting? Geeft Naomi er niet om dat Boas haar zou kunnen wegjagen als vrouw van lichte zeden? Of dat hij zou kunnen toegeven aan de verleiding om seksuele gemeenschap met haar te hebben? Of wilde Naomi juist dat dat zou gaan gebeuren? Of was Naomi zo zeker van Boas en Rut dat zij wist dat zij als godsvrezende mensen zuiver en met elkaar om zouden gaan? Dat Boas ontroerd zou zijn door dit aanbod van Rut en zou wachten met seksuele gemeenschap totdat alles plechtig goedgekeurd was door de stadsoudsten. Ja, we weten niet exact wat Naomi's overwegingen zijn geweest. Maar het lijkt er wel op dat de schrijver bewust een spanning wil oproepen. Want de woorden die hier in het Hebreeuws gebruikt worden, van liggen, de dekens opslaan en voeteneinden, die kunnen in bepaalde contexten ook een seksuele lading hebben. En de schrijver wil met zijn dubbelzinnige woorden ervoor zorgen dat we doorlezen en denken, oeh, hoe zal dit aflopen? Als dat maar goed gaat. Nou, wat Naomi's motief ook precies geweest is, deze situatie op de dorsvloer zou kunnen leiden tot een zondig tafereel van seksuele gemeenschap buiten het huwelijk, of juist tot een bijzonder voorbeeld van reinheid, integriteit en zelfbeheersing. Eén ding is duidelijk. Naomi probeert Boas zover te krijgen dat hij met Rut trouwt. En Rut, wat vindt zij van dit initiatief? Vindt ze het een goed idee? Of heeft ze haar reserves? We weten het niet. Het enige wat er staat, vers 5. Rut zei tegen Naomi, alles wat u zegt zal ik doen. En of ze dit met een bibberende stem heeft gezegd of met een groot vertrouwen op God, dat staat er niet. Maar in gehoorzaamheid aan haar schoonmoeder voert ze het uit. Onze tweede gedachte, de uitvoering door Rut. Ja, ze neemt het risico, want dat is het wel. Want als ze onderweg door iemand herkend zou worden, dan zou dat haar reputatie kunnen schaden. En Boas zou haar bezoek kunnen interpreteren of als een poging om als arme weduwvrouw zichzelf sociaal en materieel hoger op te helpen door te trouwen met een man van aanzien. Of hij zou het verkeerd kunnen opvatten.
en het ervaren als een poging tot seksuele verleiding en haar vervolgens publiek te schande maken of voor die verleiding vallen. Maar Rut gaat. Ze kent Boas integriteit en ze vertrouwt erop dat hij haar goede intenties begrijpt. En daar zien we Rut staan, in gedachten, jongens en meisjes. Ik stel me zo voor, achter een boom of achter de bosjes, ergens, wachten tot de zon ondergaat en Boas klaar is met zijn werk. Hij heeft gegeten en gedronken. Zijn hart is vrolijk. Nee, dat betekent niet dat hij aangeschoten is of dronken. Dat past niet bij hoe we Boas in de rest van het boekje zien omschreven worden. Nee, hij is ontspannen. Hij is dankbaar voor alle zegeningen. En glimlachend legt hij zich neer bij zijn korenhoop. Na een tijdje wachten is het moment daar. Voorzichtig sluipt Rut naar de dorsvloer. Niemand mag haar zien of horen. Ze doet precies wat haar schoonmoeder heeft gezegd. Ze slaat de deken bij het voeteneind van Boas op en gaat liggen. Nee, het is niet helemaal duidelijk of ze haaks gaat liggen of dat ze aan de onderbenen gaat liggen, maar je voelt de spanning als lezer van deze ongewone situatie. Wat gaat er nu gebeuren? Hoe zal Boas gaan reageren? En zo ligt Rut te wachten. Ze is klaarwakker, waakt en bidt, geloof me maar. Ze wacht tot Boas wakker wordt. Hoe zal het dan verder gaan? En het gebeurde midden in de nacht dat de man schrok en om zich heen greep, vers 8. Doordat zijn voeten koud zijn geworden, schrikt Boas wakker en slaat om zich heen. En zie, er lag een vrouw aan zijn voeteneind. Wat is dat nou? Probeert een dienstmeisje hem te verleiden of zo? Want ja, als gelovige kan je er soms zomaar middenin zitten. David was niets van plan toen hij het dak opging en opeens Bathsheba zag baden. Jozef was er waarschijnlijk helemaal niet op berekend dat de vrouw van Potifar hem probeerde te verleiden. Toch gebeurde het. Zo ontdekt Boas midden in de nacht opeens een vrouw bij zich. En hij zei, wie bent u? Vers 9. Blijkbaar herkent hij Rut niet, omdat het donker is, of ze een sluier om heeft. En zie, en ze zei, ik ben Rut, uw dienares. Spreid uw vleugels over uw dienares uit, want u bent de losser. Ik ben niet gekomen voor een nacht van lust, om je te verleiden. Maar ik ben Rut, uw dienares. Een gemeente door haar naam prijs te geven, vertrouwt Rut zich toe aan Boas als zijn dienares. En ze gebruikt hier een ander woord als het woord dienares wat we in hoofdstuk 2 tegenkomen, waar het gaat over Boas dienstmeisjes. En met dit woord wil ze duidelijk maken, ik heb geen rechten, maar ik ben beschikbaar voor een huwelijk. En dat haar intenties zijn, dat maakt ze direct duidelijk door te zeggen, spreid uw vleugel over uw dienares uit. En hier gebruikt ze een bijzondere uitdrukking. Het beeld is dat Boas zijn mantel, zoals je het ook kunt vertalen, beschermend om haar heen slaat. Ja, ook bij deze uitdrukking zit een seksueel aspect. Maar Rut verbindt het met de veilige setting van het huwelijk. Ja, dat Rut hier niet uit is op seksualiteit, kunnen we vanuit meerdere dingen opmaken. Als eerste dit, de enige plaats in het Oude Testament waar de uitdrukking spreiden van vleugels ook voorkomt in het huwelijk is in Ezechiël 16. En daar wordt beschreven dat God Israël als jonge maagd tot vrouw nam. Vers 8, ik lees het u voor.
En toen ik, de Heere, voorbij kwam, zag ik u, Israël, en zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreide ik mijn vleugel over u en bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer ik u een eed en ging een verbond met u aan. En zo werd u voor mij. Wat Rutte hier zegt is eigenlijk: Boas, ik wil degene zijn aan wie u trouw belooft en met wie u in een huwelijksverbond wilt treden. Spreid uw vleugel over mij uit. Maar er is meer. Er is nog een tweede aanwijzing dat Ruts uitdrukking een diepere betekenis heeft. Wanneer zijn we het woordje vleugels ook alweer nog vaker tegengekomen in Rut? Oh ja, uit de mond van Boas, hoofdstuk 2, vers 12. Een van die kernzinnen waar we een paar weken geleden bij stil stonden. Toen had Rut aan Boas gevraagd waarom ze genade gevonden had in zijn ogen vanwege zijn hulp en bescherming. En toen had Boas geantwoord: omdat u de toevlucht genomen hebt onder Gods vleugels. En toen had hij erbij gezegd: mogen de Heere je voor die daad vergelden. Mogen God je belonen. Nu, het is alsof Rut hier wil zeggen: beste Boas, ik doe een beroep op u. Wilt u zelf deze zegenwens vervullen? Spreid uw vleugels over mij uit. Zoals God zijn vleugels over mij uitspreidde toen ik tot hem de toevlucht nam. Gemeente, het huwelijk waar Rut om vraagt is het middel waardoor de Heere haar beschermt. En waardoor hij haar beloont voor haar geloofsvertrouwen. Ziet u deze prachtige lijn? En dan voegt ze nog een argument aan toe. Want u bent de losser. Ze doet een beroep op de familierelatie waar Naomi eerder over sprak. En daarom vraagt ze hem ten huwelijk. En net hoorden we al dat het naar de letter van de wet niet de taak was van een losser om te trouwen. Maar net als Naomi bereidt ze het uit naar de geest van de wet. En zo zegt ze: Boas, trouw met mij. U bent de man die ons erfgoed kan lossen en onze familienaam kan behoeden. Ik wil dat u die rol voor mij vervult. Ik wil uw vrouw worden. Gemeente, net als bij het eerste punt, wil ik toch ook nu maar de lijn nog even doortrekken naar de Heer Jezus. De van God gegeven losser en bruidegom. Want hij wil een huwelijksverbond aangaan met arme en hulpeloze zondaren. En als hij nog niet uw bruidegom is, dan mag ik u aansporen om vanwege Gods genade en barmhartigheid, net als Rut, vrijmoedig de Heere te vragen of hij een huwelijksverbond met u wil aangaan. Want dat wil hij, dat wil hij. Ja, zegt iemand, is dat niet brutaal om aan Christus te vragen of hij wel met mij zou willen trouwen? Ik ben immers zondaar, die zo'n heerlijk huwelijk helemaal niet verdien. Ja, als je op jezelf let, dan zou het inderdaad ongehoord brutaal geweest zijn. Net als dat voor Rut het geval zou zijn geweest. Maar onze vrijmoedigheid, broeders en zusters, die ligt in de schrift, in het woord van God. In de belofte die hij heeft gedaan. Want de wet op het leviraatshuwelijk, die laat dit zien. Want in die wet zegt de Heere niet: je moet met diegene trouwen als ze knap is. Of als ze lief is. Nee, de enige voorwaarde is dat ze een hulpeloze weduwe is zonder hoopvolle toekomst. Die worden geholpen in die wet. Want zo is God. Hij geeft zijn liefde en genade aan mensen die het niet verdienen. Het is dus niet brutaal iets van God te vragen,
wat hij in zijn eigen woord geschreven heeft. Hoe onwaardig we ook zijn, vlucht tot Christus, als de van God gegeven losser en bruidegom, en ontvang zijn liefde en genade. En iets van die welwillendheid van de Heere zien we ook in de persoon van Boas. Onze derde gedachte tenslotte, het antwoord van Boas. Want wat zegt hij in vers 10? En hij zei: gezegend bent u door de Heere, mijn dochter. U hebt met deze laatste blijk van goede tierenheid van u de eerste nog overtroffen. Doordat u geen jonge mannen nagelopen bent, geen armen en geen rijken. Rut hoort geen berisping. Boas prijst haar. Boas betrekt God er direct bij. Daar op die nachtelijke dorstvloer. En hij spreekt een zegenwens uit. Jongelui, wat een ontvangst daar op die dorstvloer. Ik stel me zo voor, wat een opluchting voor Rut. Wat een liefdevol antwoord. Boas was niet boos, maar blij. Niet beledigd, maar vereerd. Hij prijst haar voor haar daad. Waarom prijst hij haar? Omdat ze met haar gedrag laat zien hoe godvrezend ze is. Rut zoekt geen man voor zichzelf, maar is Naomi gehoorzaam om zo de familienaam van haar schoonfamilie in ere te houden. Rut zet haar eigen geluk aan de kant. Zij leeft met de wens voor haar overleden man en voor Naomi een erfgenaam te mogen voortbrengen. En dat prijst Boas. De gemeente Boas merkt op dat Rut andere aantrekkelijke opties aan de kant heeft gelegd door niet achter jonge mannen aan te gaan. Ze was helemaal niet verplicht om met een losser te trouwen. Naar de letter van de wet was er ook helemaal geen losser. Ze had geen zwagers. Ze had met ieder willekeurige jonge man kunnen trouwen. Hetzij rijk, hetzij arm, Boas bedoelt ermee. Het zij uit liefde, het zij uit berekening. Als Rut dat gedaan had, dan was ze niet voor Naomi, maar voor zichzelf gegaan. En wat Boas met zijn antwoord wil benadrukken, is dat zij niet uit hartstocht of berekening heeft gehandeld. Want als ze haar eigen jongeman had gekozen en met die man een kind had gehad, dan was dat kind voor haarzelf geweest. Maar als ze nu met de losser trouwt, dan is het kind wat ze krijgt voor de familienaam. En daar kiest ze voor. En daarvoor prijst Boas haar. Ja, wij leven in een totaal andere tijd en in een totaal andere cultuur. Maar de les die we hiervan wel kunnen leren, broeders en zusters, is dat een leven met de Heere niet egocentrisch is, maar op de ander gericht. Aan het begin van de preek zagen we het bij Naomi, want zij was gericht op het welzijn van Rut. En nu zien we het bij Rut, die het welzijn van Naomi op het oog heeft. Dit is wat genade wil bewerken, gemeente. Een leven gericht op de ander. En dat zien we ook bij Boas. Want uit zijn reactie blijkt liefde en zelfbeheersing. Want hij belooft te doen wat ze vraagt en wil graag een haar losser zijn en met haar trouwen. Maar er is nog een andere losser die meer rechten heeft. Dus hij zal het eerst met hem moeten overleggen. Hij zegt in feite: Rut, er is iemand anders die meer recht heeft op jou. Dus ik kan geen verdere stappen ondernemen voordat dit goed met hem is afgesproken. Maar zo waar de Heere leeft, als hij niet geneigd is u te lossen, dan zal ik u lossen en met u trouwen. Jongelui, in gedachten zien we het voor ons. De fonkelende sterren boven het hoofd. Het is midden in de nacht. Boas en Rut zijn samen op de dorstvloer. Ze liggen naast elkaar. Beide dienen de Heere. Zijn niet zelfgericht, maar zelfbeheerst.
En hoewel de schrijver met zijn woordkeuze laat merken dat er seksuele aantrekkingskracht is, kiezen ze er heel bewust voor om heilig en rein te leven voor de Heer. Ja, tegenwoordig denken veel mensen, ach, doe toch waar je zin in hebt. Weg met die schuldgevoelens. Weg met allerlei preutse principes als kuisheid en trouw. Maar jongelui, de geschiedenis van Boaz en Rut op de dorstvloer, die roepen jullie en ons allemaal op. Bewaar jezelf rein. Doe het voor God. En voor je eventuele man of vrouw. Ook als de sterren fonkelen en je bent ergens waar niemand je ziet, beheers jezelf. Rut en Boaz zijn een voorbeeld van diepe, sterke, hartelijke liefde. Dit is echte liefde, jongelui. Veel meer dan wat filmsterren of popsterren je willen doen laten geloven. Strijd omwille van de liefde van Christus voor een heilig leven. Leef net als Rut en Boaz, toegewijd aan de Heer. En gemeente, om in het strijdperk van dit leven heilig en rein voor God te leven, of je nu getrouwd bent of niet, daarvoor is het zo belangrijk dat je dicht bij de Heer leeft. Want hoe dichter bij de Heer, hoe veiliger je bent. Dan alleen kan je staande blijven voor verleidingen en met Jozef zeggen, zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? Ja, het onderwerp seksualiteit is een teer onderwerp, waar je niet gemakkelijk over spreekt. Helemaal als je worstelt met seksuele zonde. Het klaagt je aan. Het is mogelijk dat u zelf vanmorgen zegt, ik ervaar op dit punt echt geen geestelijke strijd. Maar volgens vele onderzoeken blijkt dat er veel meer worstelaars zijn dan we vaak denken. En waarom zouden wij daar als gemeente een positieve uitzondering op vormen? Broeder of zuster, als u te ver gegaan bent, mag ik u dan vanmorgen bemoedigen? Er is hoop. De God die Naomi bevrijdde uit de gevangenis van haar verbittering, kan en wil ook u bevrijden uit de banden van seksuele zonde. Er is vergeving en reiniging te vinden in het nageslacht van Rut en Boaz bij Jezus Christus. Door hem is overwinning mogelijk, 100%. In 1 Korinthe 6 worden allerlei seksuele zonden genoemd die niet passen bij een leven met God. Maar dan staat er, sommigen van u zijn dat wel geweest. Maar nu bent u schoongewassen, u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de Geest van God. Als er vanmorgen zijn die hiermee worstelen, alsjeblieft, zoek hulp. Strijd niet alleen. Neem iemand in vertrouwen dat je elkaar ondersteunt en helpt om te leven voor de Heer. Want dat leven wordt zeker door God beloond. En dat is het laatste wat ik vanmorgen vanuit ons gedeelte nog wil noemen. Rut wordt beloond. Hoe? Door de grote lading gerst die ze meekrijgt voor thuis? Dat ze straks inderdaad met Boaz mag trouwen en een kind krijgt? Jazeker. Maar de beloning die de Heer voor haar in petto heeft, gaat alle verwachting te boven. Het slot van het boekje laat de beloning zien die God haar geeft. Haar roem als stichter van een koninklijke dynastie. Nota bene, David en zijn koningshuis zullen uit Rut voortkomen. En dan weet de schrijver nog ineens dat diezelfde Heer nog een veel grotere eer voor Rut op het oog heeft. Namelijk door in datzelfde Bethlehem de grote Davidszoon, Jezus Christus, de zaligmaker der wereld, geboren te laten worden. Gemeente, God beloont hen
die leven voor hem. Hij zal je belonen met liefde, blijdschap en vrede. Hij zal je genade, vergeving en trouw schenken. Ja, God belooft zijn kinderen door zelf met zijn geest in hun leven aanwezig te zijn. En de Heer kan het ook belonen, omdat het zijn eigen werk is. En dat is het. Door genade in ootmoed moet bukken en dan ervaren dat de Heere armen opricht uit het slijk en ze naast prinsen en wereldgrote plaatst. En dan krijg je een beloning die doorgaat tot in eeuwigheid. Gemeente, Ruts huwelijksaanzoek. Wat een lessen weer, hè, vindt u niet? Laten we zijn als Naomi, als Boas, als Rut. Hartelijk in liefde, gericht op de ander, in ootmoed toegewijd aan Jezus, de losser en bruidegom. Dan word je door God opgeheven uit het stof en verrijkt met eer en lof tot Gods eer. Amen.